Dat is niet grappig. Het gaat over Heydrich hersenen heette Himmler. Een boek dat verhaalt over de aanslag op een van de grootste terroristen van het nazistische regime tijdens de jaren 30 en 40. Reinhard Heydrich, de blonde slager van Praag, was verantwoordelijk voor de eliminatie van heel veel Joden. Hij was de baas van de Wannsee-conferentie. De conferentie besloot dat de entlozing, de oplossing van de Joden, moest geschieden binnen korte tijd. En waarom is dit verhaal zo prachtig? Want we weten het al en we weten er heel veel over. Omdat de auteur ons meeneemt op zijn zoektocht naar de waarheid van de aanslag en de waarheid van het personage Heydrich. En zonder alleen een historische context te krijgen, neemt hij je mee in zijn zoektocht langs bronnen en literatuur, langs zijn eigen leven en wat voor impact de zoektocht op zijn leven heeft en wat voor impact de aanslag uiteindelijk had op het nazistische regime. Het is een geschiedenisboek, maar niet zoals andere boeken droog en door, alleen maar verhalend over de historische context en oorzaken en gevolgen, maar weer wat het doet met mensen. Niet alleen mensen die in die tijd leefden, maar ook mensen die 50 jaar, 60 jaar daarna een boek schreven. En dat is prachtig aan het boek. Het geeft een persoonlijke laag op iets wat al duizenden lagen heeft.